van Bosker. En is daar wel een aantal keren gevaarlijk geweest. Pranjic, Bosker, half. En daar is wel de treffer van Heerenveen. Dat kon niet uitblijven. Popov. De man uit Macedonië. Twente. Hij opent. Speelde een puikenpartij. Bekroont hij dat ook met het benutten van deze strafschop? Ja, en feilloos. Hoe rustig is Elm? De gelijkmakende beurt. Elm is heel rustig. Nu tegenover Vonk. Mist hij bepaald niet. Dinsdag. Stond erbij en keek ernaar toen Hersi scoorde. Hoe rustig is dinsdag? Zo. Nu ook rustig. Vonk maakt allerlei bewegingen op de lijn. Dat mag. Hersi. Zo. Van Hel tot Slemiel. Met een wel hele lange aanloop. Breuer zal het dan, wilde ik zeggen, hard doen. Maar hij doet het heel rustig. En daarmee misleidt hij niet alleen mij, maar ook Bosker. Onder oorverdovend gefluit van de Heerenveen supporters. Vonk maakt zich breed. Braafheid. Als hij mist, wordt het wel heel somber voor Twente. Maar dat doet hij niet. Kalou zet de Heerenveen op voorsprong. Kalou. Weer raak. Heerenveen is feilloos tot nu toe en alle druk nu. Alle druk nu. Bij een van de jongsten van stel. Soljet met een minzame glimlach. Bedenkelijk kijkende McLaren. Douglas. Doet hij het? Ja. Hij houdt Twente in de race. Simon. Een van de oudste. Met de handen in de zij. 7 bekerfinales. Simon. Heerenveen heeft de beker. Soljet flikt het voor de 5e keer in zijn carrière. En wat schoot hij hem feilloos in. Gerald Simon. Geen tweede grote prijs voor Twente. Hij won er 5, Simon. Hij verloor er eentje met PSV. Met Nuremberg, Roda, PSV en Ajax pakte hij de beker alles. En nu dus met Heerenveen.